Van behangkoning tot eigenaar van Engelse club Swansea City. Dat is het verhaal van de Haagse John van Zweden. In 2002 stond de club uit Wales aan de rand van de afgrond. Van Zweden, de eigenaar van een verf- en behangwinkel, legde 60.000 euro in en redde daarmee samen met verschillende anderen de club. Van kinds af aan had hij een voorliefde voor Swansea. Want wat ik al zei, ik was 16, zat nog op school. Wat Engelse voetbal had me gepakt, die oude stadions vond ik prachtig. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat het Engels nou niet het vak was waar we allemaal in uitblonken. En nadat we weer een slecht proefwerk hadden gemaakt, toen kwam de meester met een opdracht van ga lekker allemaal een penvriend zoeken in Engeland. Ga je beter Engels leren schrijven en beter Engels leren praten. Swansea City speelde op het moment van de overname in de League 2, het vierde niveau in Engeland. Maar promoveerde in de jaren daarna verschillende keren. In 2011 promoveerde Swansea naar de Premier League, het hoogste niveau in Engeland. Is niet veel veranderd voor mij dus, behalve mijn bankrekening zou ik je verklappen iets, maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar goed, als iemand aan mij vraagt van Sean, ik heb al die oude stadions gezien in Engeland, wat is nou het mooiste stadion? Dit is een van de mooiste stadions die ik ooit gezien heb. Dat is ons eigen Fetchfield, maar dat was natuurlijk niet meer van deze tijd. Hè. Je ziet aan de bovenkant hier een hekje staan, daar moesten onze spelers, sponsoren en noem het allemaal maar doorheen. En in 2005, drie jaar nadat wij de club overgenomen hadden, het ging natuurlijk hartstikke goed. Is de gemeente bij ons geweest en de gemeente heeft toen tegen ons gezegd van joh, wat we gaan doen is, we gaan voor jullie een spiksplinter nieuw stadion bouwen. En binnen een jaar en drie maanden stond dit geweldige stadion, het Liberty Stadium. Ja, het is natuurlijk heel romantisch om te denken van dat je de rest van je leven daar bent. Ik kan je verklappen, in mijn geval wel, want ik blijf daar de rest van mijn leven komen. Dit is echt een club wat voor mij heel belangrijk is geweest. En wij konden het alleen niet meer naar boven brengen. Van Zweden is nu als ambassadeur bij de club betrokken. Venlo. VVV. VVV Venlo. De Hagenees was een panningen voor de loting van het tweede Jorrit Hendricks Under 11 Tournament. Het internationale voetbaltoernooi voor spelers onder de 11 jaar vindt in mei voor de tweede keer plaats. En VVV gaat ook in B, Pool B. B1.